Dit is wel een heel speciaal model van Siku. Een enorme Amerikaanse John Deere zelfs. De 9560R. In Europa worden ze bijna niet gebruikt. Ze zijn ze gewoon eigenlijk veel te groot, veel te sterk voor. In Amerika zie je wel vrij veel. Dus ook op de afbeelding kunt zien op de doos. Worden ze heel veel gebruikt op grote boerderijen. En waarom? Ja, ze zijn enorm sterk. Ze zijn trouwens naar verhouding ook enorm breed. Dus op de weg kun je er niet meer komen met dubbel luchtzet. Maar wel heel mooi gedetailleerd. Natuurlijk frontgewicht voor extra trekkracht. Hier heel mooi gedetailleerd. Kun je de motorkap open doen. Ja, kijk, we hebben de frontgewichten. Dus alles wat we gaan doen, doet u met heffen richting de achterkant. Ploegen, akkerland klaarmaken. En ook aan deze kant zie je hoe mooi gedetailleerd er is. Uitlaat, inlaatsysteem voor de lucht. En bovenop de cabine, hier zo, een GPS-systeem. Waardoor je de Celsiusland tot op de millimeter nauwkeurig kunt gaan bewerken. Heel mooi gedetailleerd alles. Achterop een grote lampen, dat je goed licht hebt op je werk. Dus voor de echte verzamelaar, de echte liefhebber, ja, is dit een schitterend model. Wil jij meer kasten bestaan of gewoon op je miniatuurboerderij, kun je meteen speelgoedboerderij bestellen. Zorgen wij ervoor dat hij met enkele dagen bij jou in huis is. Dus klik op het linkje naast voor meer informatie over dit model. Heb jij hem binnenkort in huis, kun je hiermee aan de slag.